De wandeling die ik vandaag heb uitgekozen is niet een hele lange wandelroute. Het heet de Kleine Balij. Maar het is altijd immer pittoreske Zoetermeer. Hij is van de ANWB. Je kunt hem gewoon downloaden op de website. Maar ik heb de link ook hieronder neergezet. Ik zou zeggen, veel plezier! Van de route voert langs woonhuizen, maar ook langs kantoren. En dit was het vroegere Floriade-terrein. En een ander gedeelte heeft plaatsgemaakt voor het Baleibos. Het ziet er naar uit dat dit wel eens een stukje uit het Floriade-gebied is geweest. Vogeltjes. Kijk. En daar zijn we. In het Baleibos. Nou, wat wel leuk is. Die hele route. Die staat dus gewoon gemarkeerd. Dus je kan net zo goed. De geel met rode routemarkering volgen. Tenminste. Dat hoop ik. Mooi. En toen ging het hagelen. Volgens al de hele tijd geel met rode lijntjes, maar dan heb ik toch echt het ernstige gevoel dat ik verdwaald ben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hallo, ik wil wat vragen, want ik moet naar station Zoetermeer, maar ik heb het ernstige vermoeden dat ik verdwaald ben. Volgens mij ga ik zo richting Pijnakker, toch? Ja. Ik ben er al vanaf dus eigenlijk, vanaf de kaart. Ja. Nou goed. Oké. Als je het leuk vindt, kan je wel meedoen, want ik woon daar toch. Lopen we zo weer terug naar het station. Een spannende route zo. Nou, dan kom je dus ineens een heel onverwacht stukje door de weilanden, wat ik anders weer gemist zou hebben. Ook heel leuk is trouwens. Nou. Dus gewoon de Zoetermeer uit de trein stappen. Ja. En gewoon linea recta doorlopen naar Delft. Pijnakker. Oh, naar Delft. Delft. Omdat bij Delft de meeste horecagelegenheden zijn. Kijk. Omdat je wat te drinken. Nou, het is nog een geluk, bijna ongeluk dat ik jou ben tegengekomen. En dat je deel wil uitmaken van mijn vlog over deze wandeling. Ja. Die een soort met van mislukt is, maar eigenlijk toch ook weer heel erg mooi. Met dank aan Marcel kom ik uiteindelijk dus toch nog weer bij station Zoetermeer. Maar je zal het niet geloven, mijn telefoon is weer eens bijna leeg. Net als de vorige keer. Ik moet dus echt een extra accu mee gaan nemen. Ga ik ook doen. Nou ja, goed. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze tweede vlog. Met tips van Marcel. Dankjewel Marcel. En tot de volgende keer. Doei. Oh.